Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goede nieuwe aflevering van Kaarsen Genk Carrière Mode. Ik had even nagedacht over welke speler ik zou kopen en ik heb opeens een idee. We zouden Xavi Simons naar ons team kunnen halen voor een wedstrijd. Is tegen Eupen en het is ook nog thuis. Die zouden we in theorie wel moeten winnen. Ik denk dat ik met 2 miljoen hem wel kan halen. Dus we beginnen met 2 miljoen. En dan gaan ze mee akkoord. Nu nog voor zijn salaris onderhandelen. Dit proberen. Ik ga hem ook al meteen opstellen voor mijn volgende wedstrijd. En wat vinden jullie ervan als ik ook een keer een speerscarrière mode ga doen? Dan ben ik misschien van plan. Oh, ik denk dat ik moet invallen, want er is al gescoord. Spring in. Xavi Simons bij zijn debuut. Scoren! Hij scoort bij zijn debuut. Zie ze blij zijn. De gelijkmaker. En daarvoor zijn debuut. Ik weet zeker dat hij nog veel doelpunten zal scoren. Frank, schieten! Ah, nee. Dit ga je niet menen. Nu snel aanval inzetten. Moeten scoren. Ik wil niet puntenverlies hebben tegen dit ploegclubje. Kans van Eupen. En een kaart ook nog. Snel wedstrijd spelen. Gaat hij het afmaken? Hij scoort! Twee doelpunten, heel erg belangrijk. Hij bezorgt ons ook nog de overwinning. Dat is nummer 14 zo te zien. En zo winnen we nog net. Met het kleinste verschil van Eupen. Ik wil graag deze video nog de transferperiode afsluiten. Een moeilijke wedstrijd tegen Antwerpen komt eraan. Ze staan net boven ons. We gaan naar Antwerpen om een belangrijke wedstrijd te spelen. Als we deze wedstrijd winnen, springen we boven Antwerpen. Scoren! Nee. Verdediger staat ertussen. Oh, gele kaart. Oeps. Dan ga ik misschien ook een verdediger best halen. Gewoon spurten en afleggen als verkeerde persoon. Antwerpen is ook een club die Europees speelt. Dus dan is het ook wel gevaarlijk. Oei oei. Verdediger is geblesseerd, zo te zien. Pasen en scoren. Dessers met zijn doelpunt, vlak voor rust. Heel erg belangrijk doelpunt. Begin aan de tweede helft. Oeh, en Mbokani maakt hier bijna de gelijkmaker. Afwerken. Mooi gedaan. 0-2. Dessers. Dessers weer. Afwerken. Doet hij. Gaat opeens heel erg gemakkelijk. En begint ook wel mee te ontmoet te worden. Dessers dus. Ik ga deze nieuwe andere spits even een kans geven. Dessers had ook onlangs in het echt zijn debuut gemaakt voor Nigeria. En hier op pas voor Mbokani. Onderscheppen goed. Pongola blijft steeds aan de bal, maar hij werd getackled. Geel voor Antwerp. Pongola. Afleggen. 0-4. De invaller scoort ook nog eens. Die net het beste wedstrijd van het seizoen wordt. Okay. Afwerken. Misschien had ik de dingen iets te laag staan, want 0-5 is al wat overdreven. We winnen met zware cijfers. Werd het tijd dat we eens met veel doelpunten gingen winnen. Hier kun je alle doelpunten zien, ook nog via. Voor de meeste assisten hebben gezorgd. We staan derde. Oh, Anderlecht staat is eerste. Blijkbaar doen ze in het FIFA wel goed. Wedstrijd die tegen KV Mechelen. Wij beginnen. Oh nee, Mechelen scoort weer. Kom weer eens in achterstand. Dan ga ik wel spelen. Aster Frank speelt nu eigenlijk ook tegen zijn ex-club.
Rustem en voorsprong voor KV Mechelen. Ito is er door. Ito. Even terugdraaien en schieten. Nee, die wegkans. Ito is er langs. Ito weer. Pasen, afwerken. Scoren, de gelijkmaker. Het is al zijn derde doelpunt voor Simons. Ito gaat eraf. Een andere speler komt erin. En ik wou hem eigenlijk ook gewoon wat tijd speelminuten geven. Dus daarom zet ik hem nu op. No way. In de laatste minuut scoren ze. Dan ben je niet. Ah, we komen weer in de problemen. En we verliezen. Is niet best. Ik ga proberen om Boyata te halen. We beginnen met een bot van 8 miljoen. 8,6 tegen bot. Ik ga 8,4 vragen. 8,5 ga ik mee akkoord. Boyata, ga naar ons team komen. Als we ook nog overeen kunnen komen voor zijn salaris. Mag voor 3 jaar naar ons team. Welkom in ons team. Ja. Ik ga even nog verder simuleren tot de volgende wedstrijd tegen Leuven. En dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. De transfer zit er nu op. We hebben net Boyata gehaald. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Doei doei.